Ik ben Harmen van der Wekke, eerstejaars student management van de leefomgeving. Ik volg de studierichting Landscape Engineer. Wij zijn hier in Wageningen voor de module Groen en Landschap. Hierbij gaan wij de vegetatie en de bodem onderzoeken. Dit hebben wij bij deze module al op meerdere plaatsen in Nederland gedaan. En nu ga ik jullie wat laten zien over het determineren van de planten. Nou, gaan we even determineren. Gaan we even beginnen met de hoofdscheutel bepalen. Een plant die zich met sporen voortplanten en dus geen bloem produceren. Dat klopt niet, denk ik. Planten met houtige stengels, bomen, struiken, dwergsteen, houten. Ja, ja, dat is hij. Dus daar gaan we naar rechts in het boekje. Een boom. Het is een boom. Ja, het is een boom. Ik heb mijn naam vandaan. Groepsleutel C. Dan gaan we naar bladzijde 48. Bladeren kleiner dan 5 mm en schubvorming. Nee. Takken met stengels. Dat wel. Oh, stekels. Nee. Nou, door het boek zijn we dus achtergekomen dat de Fagus sylvatica is, oftewel de beuk. Groene beuk.